Welkom allemaal bij de opening van de maand van AI in het onderwijs. We gaan het komende uur vol in deze maand duiken. Dat betekent een beetje toelichting. Wat is die maand nou precies? Waar gaat het over? En wat gaan we doen? En natuurlijk ook de nodige inhoud. Want uiteindelijk willen we ook wat meer leren over wat we nou met AI in het onderwijs allemaal kunnen gaan doen en moeten gaan doen. Mijn naam is Duc Baten. Ik werk bij SURF en ben een van de co-organisatoren van deze maand. En naast mij staat Jeroen Visser van de Nederlandse AI-coalitie. Beetje zin in? Ja, zeker. Zeker. Ja. Wordt een mooie sessie vandaag. We hebben twee interviews die we door gaan spreken. En aan het einde kunnen we nog een beetje het programma toelichten van welke sessies zijn er nou komende maand. Waar moet je bij zijn? Wat mag je absoluut niet missen? Ik denk dat we allebei al wel wat favorieten in ons hoofd hebben. Goed. Jeroen. Zal ik hem even overpakken? Ja, precies. Ja, want Duc gaf al aan dat ik bij de Nederlandse AI-coalitie betrokken ben. Dat doe ik als werkgroep trekken van onderwijs. En dat betekent dat, ik heb al even met een schuin oog naar het beeld zitten kijken, met een groot aantal van jullie die aanwezig zijn, dat mag doen. En dat is super tof te doen. Maar ik heb eigenlijk wel een vraag aan jou, Duc. Waarom vind jij eigenlijk het super tof om hiermee bezig te staan? Maar je staat er niet voor niks. Nee. Eigenlijk twee vragen. Wat vind je super tof hieraan? Maar wat vind je ook een beetje spannend? Nou, dat zijn voor mij twee centrale vragen, Jeroen. Leuk, spontaan dat je die ook vraagt. Ik vind AI in het onderwijs zeker een spannend onderwerp. En daarom is het juist ook zo tof. Je ziet dat technologische ontwikkeling, of het nou AI is of technologieën die we in het verleden al gehad hebben, een enorme impact hebben op onze mensheid en onze maatschappij, hoe we ons verhouden tot anderen. En dat gaat bij AI alleen maar groter zijn, denk ik. Omdat het zo'n cognitief element is. Hè? Het is voor het eerst dat we iets hebben waar we mee kunnen interacteren alsof het een gelijke is op sommige vlakken. Mm-hmm. Of in ieder geval, dat is de droom dan. Denk ik dat het echt iets is met een grote impact. En daardoor ook heel veel potentie om te kijken, kunnen we dingen in het onderwijs schalen of kunnen we juist dingen personaliseren. En dat is enorm spannend. En ik zeg daarbij bewust spannend, want ik vraag me dus ook af, hè, als je zo'n technologie hebt, hoe verandert die dan in onze interactie daarmee, onze eigen normen en waarden? Mm-hmm. Gaan we anders denken over wat onderwijs is en waarom we het moeten organiseren en hoe we het moeten organiseren? Wie is we dan? Dat is een hele terechte vraag. Want we, dat kan dus ikzelf zijn, mijn vrienden, die allemaal een beetje dezelfde overtuiging hebben. Mm-hmm. Doen we dat als Nederland, met z'n allen? Een beetje het poldermodel, we hebben onze eigen overtuigingen en ideeën. Of doen we dat globaal? Maar dan hebben we natuurlijk heel veel conflicterende normen en waarden. En als we dan een AI-oplossing maken, welke normen en waarden volgt die dan? Voor mij genoeg om over te tobben en ook juist heel enthousiast over te kletsen. Precies, mooi balans zo te horen. Ja, zeker. Ja, goed. Je moet het een beetje in balans houden, hè? Anders wordt het ook niet goed. En Jeroen, om de wedervraag bij te stellen, jij staat hier ook niet voor niks. Nee, dat klopt. En dat is eigenlijk een jaar geleden ontstaan. Toen eigenlijk begon het op dezelfde manier zoals jij zei. Dus technologisch vind ik AI super interessant. Dus dat is de reden om een stap vooruit te doen. De andere reden om een stap vooruit te doen is dat het ook gewoon spannend is. En ik begon met te zeggen dat dat ging over ethische vraagstukken en privacy vraagstukken. Dat is nog steeds zo, maar dat verdiept wel. We hebben met de Nederlandse e-coalitie, zoals je weet, hebben de vraagarticulatie met studenten en docenten gehad de afgelopen maanden. Super tof om te doen. En wat me eigenlijk het meest is bijgebleven is De stem van Suze, een van de leerlingen, tweedejaars VWO. En die zei van, joh, ik zie de potentie van AI, want ik wil eigenlijk, ik heb moeite met leren. En er is eigenlijk niemand bij wie ik dat vraagstuk aan kan. En dat vond ik mooi, want ze benoemde dat. Dat vind ik echt super tof op die leeftijd. En daar zitten allerlei vraagstukken, want leren is inderdaad niet zo makkelijk. Daar lopen veel mensen tegenaan. En het gaat er ook over, en dat vind ik ook wel het meest spannende, wie heeft nou de regie daarop? Ja. Is dat de student of is dat de docent? Ja, dat is eigenlijk ook een vraag die we nog niet beantwoord hebben, toch? Zeker niet. Nou ja, en dit uur hopen we een stap te zetten, ja. Nee, zeker. Om een beetje een framework te geven van wat gaan we nou het komende uur doen. We spreken zo direct Wilco de Winkel, dus voorzitter van de Special Interest Group AI in het onderwijs. Die komt over een minuutje of wat. Daarna hebben we een interview met Inge Molenaar. En Ron Augustus, de Chief Innovation Officer van SURF. En daarna gaan we in gesprek met Kim Schildkamp en dan kunnen we ook wat vragen van jullie beantwoorden. Maar dan wil ik nu eigenlijk eerst vragen, Wilco, ben jij er ook? Kunnen we jou even zien en horen?
Dit is Rotterdam. Hallo, goed om jullie te zien. Fijn dat jullie ingebeeld hebben op deze sessie. Mooi dat je er bent, Wilco. Kan je misschien heel kort even voor de mensen die jou niet kennen vertellen wie je bent en wat je doet? Wilco de Winkel, informatiemanager Erasmus Universiteit. En in de hobby-sfeer voorzitter van de Special Interest Group AI in het Onderwijs. Een club die we nu een jaar onderweg zijn. Onze corona-uitdagingen hebben gehad. En onze corona-uitdagingen te boven zijn gekomen met een aantal bijdragen in deze maand. En we hebben een visiesessie eerder gehad, een ethiek-sessie aan het einde van de maand. En dan deze openingssessie met jullie allemaal. Ja, en Wilco, het idee voor deze maand van AI is deels uit die SIG opgekomen om te gaan organiseren. We organiseren dat nu met de SIG, met SURF, met de Nederlandse AI-coalitie en met het versnellingsplan. Waarom is dit nou zo belangrijk volgens jou, dit onderwerp, en om daar wat reuring aan te geven? Ja, ik vind het geweldig, het hele samenwerken met SURF, met de NL-AI-coalitie, met de versnellingszone. Ik vind het heel eerlijk, ik vind het heel prachtig hoe die verschillende krachten elkaar bij elkaar opzoeken en elkaar versterken. Ik denk dat AI enorme potentie heeft voor zowel studenten als docenten. En we zien het ook vanuit de SIG als onze doelstelling om docenten te inspireren over wat het allemaal kan doen voor ze. Dingen als het helpen feedback geven aan studenten. Jeroen zei het al, hè? Dus studenten hebben... We kunnen heel veel door onze schaalgrootte, dus zowel het HBO als de universiteit, is, als we niet oppassen, wordt het een fabriek. En zo'n AI-assistent kan je dan persoonlijk helpen. Zowel in het geven van feedback, maar ook dat je veel meer formatieve assessment kunt doen. Dus veel meer toetsen maken. Aan de docentenkant, die kan geholpen worden met inzichten in waar de student staat, met inzichten van de kwaliteit van zijn eigen onderwijs. Dus ik denk dat het win-win kan zijn, maar zoals gezegd, Jeroen zei het ook, je moet de kaders goed zetten. Bijvoorbeeld ethiek. We moeten vanuit onze kernwaarden sturen op de AI-ontwikkeling. Het is een bewuste keuze of het een bilateraaltje is tussen lerenden en de AI-module, of dat het een trilateraal is, dus een docent, student en die AI-module. En wanneer gebruik je welke combinatie? Waar is het leren het meeste bij geholpen? Nou, daar willen we ons steentje aan bijdragen met een aantal sessies en onze bijdrage aan deze sessie. Nou, dat klinkt fantastisch, Wilco. Enorm ambitieus ook, maar dat hoort er een beetje bij natuurlijk. Als we het hebben over de maand van AI in het onderwijs, dan mag er ook wel wat gezegd worden en wat gehoopt worden. Als mensen nou denken, dus zeg AI, ik wil daar wat meer van weten of van op de hoogte blijven, kunnen ze daar wat informatie van vinden ergens? Ja, dus we hebben op de SURF-website staat het zich vermeld. En eigenlijk, ik vertelde al een klein beetje over die corona-uitdaging van het afgelopen jaar. We hebben het afgelopen jaar veel nagedacht over welke producten we willen leveren, op welke manier we een bijdrage aan het hoger onderwijs willen leveren. En in het nieuwe academisch jaar gaan we veel actiever aan de slag met de community. Dus schrijf je vooral in. Vanaf september gaan we veel steviger met de community aan de slag. Nou, top. Wilco, dankjewel. Leuk om je hier te zien en fijn dat je erbij bent. Zal ik hem even overnemen? Ja, dan kan jij aan de slag met de laptop. Dankjewel, Winko, en groeten in Rotterdam. We gaan naar het volgende onderdeel in het programma. En dat is een eerder opgenomen interview van Ron met Inge Molenaar. Inge Molenaar ken ik goed, want zit bij mij in het kernteam van de Nederlandse AI-coalitie. En ik vind haar heel goed in staat om heel toegankelijk te vertellen wat nou de lastige en de gave vraagstukken zijn. Dus daar gaan we nu naar kijken. Het is een interview van 13 minuten en 3 seconden. Zeg ik even uit mijn hoofd. 13:37. En Ron gaf mij net aan dat wat hij heel gaaf vindt en wat naar voren komt, is het zogenaamde Tesla-model. Dus als ik een tip mag meegeven, goed opletten. Sowieso goed opletten. Maar zeker goed opletten bij het Tesla-model. Nou, dan gaan we daar nu een stukje naar luisteren. Dan zien we jullie zo weer terug. Dan gaan we beginnen. Inge, leuk je te spreken. Leuk weer opnieuw te spreken op het gebied van artificial intelligence. Zullen we kort beginnen om ons even voor te stellen? Dan gaan we daarna, zeg maar, in ons gesprek.
Het is goed, Ron. Leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Inge Modenaar. Ik ben universitair hoofddocent op de Radboud Universiteit bij onderwijswetenschappen. En ik hou me bezig met data, learning analytics en artificiële intelligentie in het onderwijs. Uitstekend. En ik ben Ron Augustus. Ik zit in de raad van bestuur van SURF. Met name op het gebied van innovatie, waar artificial intelligence in het onderwijs een belangrijke rol aan het spelen is en steeds verder gedefinieerd moet gaan worden. En vandaar ook dat we hier een gesprek met Inge hebben. Inge, misschien om te beginnen, waarom hebben we het eigenlijk over AI in het onderwijs? Waarom is dat een apart topic? Nou, je hebt natuurlijk afgelopen jaar ontzettend gemerkt dat we steeds meer digitale leermiddelen zijn gaan gebruiken door de hele COVID-situatie. En daarmee is natuurlijk ook steeds meer adaptiviteit in die leermiddelen ontstaan. Dus er komt steeds meer intelligentie in de leermiddelen die we gebruiken. En vanuit dat perspectief is het heel erg belangrijk om de dialoog te gaan voeren over welke taken we willen uitbesteden aan die adaptieve leermiddelen. En welke taken we vooral zelf willen blijven doen. En dat is de dialoog en het gesprek wat we echt met elkaar moeten gaan voeren. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die artificiële intelligentie een belangrijke rol gaat krijgen? En vooral ook die rol die wij graag willen uitbesteden. Ja. Kun je een voorbeeld geven van één of twee dingen waar dat AI al een rol aan het spelen is in digitale leermiddelen? Ja, je ziet natuurlijk steeds meer feedback in digitale leermiddelen, eigenlijk in de hele keten, zowel in het hoger onderwijs als in het basis- en voortgezet onderwijs. En daarin speelt de artificiële intelligentie een belangrijke rol om te zien van nou, welke kennis heeft een leerling en welke feedback kan ik daarop geven. Waar je het ook heel veel ziet is in taakselectie. Je ziet steeds meer dat er taken worden geselecteerd specifiek voor jouw profiel, dus gepersonaliseerd leren. En dan selecteert de AI een opdracht of een uitleg die past bij jouw kennisniveau. En wat je nog niet zo heel veel ziet, maar wat wel kan, is ook echt op curriculumniveau. Dus dat de AI mee gaat denken over welke curriculumelementen aan elkaar geschakeld worden. Ja, dus dit zijn een aantal voorbeelden van zaken die lopen. Ja. Maar nog niet elke instelling is hier meteen mee bezig. Vind je het wel belangrijk om een AI in het onderwijs maand te hebben? Vind je dat belangrijk? Ja, het is heel belangrijk omdat we, net zoals we ongeveer 15 jaar geleden, met 20 jaar geleden met internet zagen, nu zien dat AI heel erg aan het ontwikkelen is. En we in toenemende mate het eigenlijk al aan het gebruiken zijn. Heel veel onderwijsinstellingen hebben feedback elementen geïmplementeerd het afgelopen jaar, hebben heel veel data gebruikt. Dus het is heel goed om die discussie nu te voeren over welke taken we wel uitbesteden en welke taken we graag willen zelf willen blijven uitvoeren als docent en als student. Ja, want daar zit een onderhoudsinhoudelijke component in. Er zit een IT-component in. Ja. Maar ook iets van publieke waarde. Want data gaan een steeds belangrijke rol spelen. Ja. Dus veel verschillende onderdelen komen bij elkaar. Ja, en die waarde- en normendiscussie is natuurlijk heel belangrijk, omdat die in principe leidend zou moeten zijn om te bepalen welke taken we gaan uitbesteden, welke taken we zelf blijven uitvoeren. Maar wat vooral heel belangrijk is, dat we die op die hybride interactie heel goed vorm gaan geven. Dus dat we die AI echt gaan gebruiken om mensen te gaan ondersteunen en te gaan versterken. Ja. En die dialoog, daar moeten we het over hebben. Ja, ik ben heel benieuwd wat je ziet op de weg, hè, met autonome rijdende auto's, dat het al aan de hand is. Je zou er misschien een vergelijk mee kunnen maken met het onderwijs. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Maar je ziet natuurlijk ook dat er nieuwe generaties aan het ontstaan zijn. Hè? Dus ja. Ik ben generatie X, hè? Dus ik ben de Walkman-generatie. Na mij kwam de iPod-generatie, generatie Y. Nu zitten op de school de Spotify-generatie. Maar de generatie die eraan zit te komen, generatie Alpha, is de AI-generatie. Die gewend is met avatars en te roepen, hey, puntje, 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 doe dit voor mij. Hè? Ja. Dus we komen bij de AI-generatie nou uit. En over een paar jaar zitten die op onze scholen. Dus het is ook van belang om die aansluiting te maken. Kun jij aangeven hoe het AI in het onderwijs gaat veranderen de komende tijd? Welke stappen zie je daarin? Ja, dat is leuk dat je net die auto al even noemde. Ik heb daar een model uit de auto-industrie geleend omdat ze daar heel mooi hebben uitgetekend hoe die stappen naar een zelfrijdende auto eruit zien. En datzelfde model gebruiken we, heb ik vertaald, voor het onderwijs. Okay. En vanuit dat model kunnen we daar even naar kijken, denk ik. En dan geeft dat een beetje meer beeld. Ik loop er heel even heen. In eerste instantie heb je een niveau waarbij, als ik hierheen loop, sta ik, oh nee, het kan ook. Vanuit deze kant zie je dat die leerkracht eigenlijk de volledige regie nog zelf heeft. Vervolgens komt de eerste stap waarbij we het hebben over leerkrachtondersteuning. En vanuit die leerkrachtondersteuning geeft de AI additionele informatie aan de leerkracht om echt invulling te geven aan dat leerproces.
En dan moet je vooral denken aan dashboards. En die zie je eigenlijk nu over de hele linie in het hoger onderwijs tot aan primair onderwijs al tevoorschijn komen. Daar kan heel veel AI in zitten. Alleen een heel belangrijk aspect daarbij is dat de AI zelf geen uitvoerende rol heeft. Dus die leerkracht blijft de regie houden en de uitvoering houden, maar wordt wel geïnformeerd door de additionele informatie die uit de artificiële intelligentie komt. En dan heb je ook een volgende stap waarin gedeeltelijke automatisering plaatsvindt. Dan worden er kleine taken overgedragen aan de artificiële intelligentie. Dus we zien hier dat die wisselwerking tussen de AI en de persoon verschilt. En op dat moment monitort de leerkracht de technologie en worden die kleine taken uitgevoerd. Bijvoorbeeld kiezen van de feedback, selecteren van een taak of die curriculumadaptiviteit. Nou, als we dan nog een stapje verder gaan, dan wordt er een bredere set aan taken overgedragen aan die artificiële intelligentie. Dus dan denk je aan meerdere vormen van adaptiviteit die geïntegreerd worden. En wat dan heel belangrijk is, dat het systeem ook aangeeft van wat gebeurt er nou? Welke beslissingen maak ik en wat doe ik? Zodat die docent of die leerkracht weer zelf controle kan overnemen als dat nodig is. Mm-hmm. En dit kun je een beetje vergelijken met het moment waarop die auto ook aan jou aangeeft van nou, ik kan deze situatie zelf niet meer overzien. Hier heb ik je hulp bij nodig als mens. Dus dan zijn we weer een stapje verder. Dit is waarschijnlijk een situatie die we de komende periode veel in scholen gaan tegenkomen. En op universiteiten ook. Dus dit is een situatie waar we echt moeten gaan zoeken naar die wisselwerking tussen die technologie en die menselijke docenten. Hoge automatisering, daar kan de technologie al bijna autonoom functioneren. Dus is in staat om jou een taal te leren. Mm-hmm. Maar kan, als het echt nodig is, de hulp van de mensen inroepen om daarbij te ondersteunen. Dus dan ligt de controle echt aan de kant van de technologie en kan de mens ondersteunen als dat nodig is. En dan hebben we ook volledig geautomatiseerde systemen en dat zijn systemen waarbij je echt autonoom met mee kan leren. Dus waarbij je echt volledig zelfstandig zonder tussenkomst van menselijke interactie mee kan leren. Die zijn er wel. Hele mooie voorbeelden van het Amerikaanse leger voor taalleren inderdaad, waarbij je met een avatar aan het leren bent. Maar die zijn in het Nederlandse onderwijs nog vrij beperkt aanwezig. Oké, okay. Dat is een mooi stappenmodel, want je zou kunnen zeggen wat je bij autonoom rijdende auto's hebt, hè, level 4, 5, dat de technologie ook echt gaat rijden, je kan achterin gaan zitten, ja. Dat je datzelfde vergelijk ook met onderwijs kan maken. En dat niet voor alle onderwijs gaat gelden, want het heeft ook een impact op onderwijs. Niet alle soorten onderwijs zijn natuurlijk geschikt om ook level 5 hier te kunnen gaan doen. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Wat zouden voor jou de lowest hanging fruits zijn om naar te kijken als organisatie? Nou, ik denk dat je je heel goed moet afvragen op welk niveau je die adaptiviteit en die intelligentie wil gaan inzetten in je organisatie. En of je daar al klaar voor bent. Dus er zijn scholen die inderdaad op een hoog niveau adaptiviteit willen gaan inzetten. Maar er zijn ook domeinen waarvan we zeggen, nou, ik heb voorlopig voldoende aan die informerende en ondersteunende faciliteiten. En ga vanuit daar verder door ontwikkelen. Dus het is belangrijk om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Wat doen we wel, wat doen we niet? En ook heel goed die dialoog te blijven voeren. En goed te begrijpen hoe die systemen vervolgens die taken van jou overnemen. Ja. Vind je dan ook dat AI ook echt uitdagingen van het onderwijs op gaat lossen? En welke lost het dan ook echt op? Nou, ik denk dat wat AI kan doen en het allerbeste voorbeeld is dat het mensen superpowers kan geven. En dat is een uitspraak van een Amerikaanse collega van mij. Doordat AI bepaalde zaken inzichtelijk kan maken die wij als mensen gewoon niet zo makkelijk kunnen verwerken of zo snel, kan het je helpen om beter zicht te krijgen op hoe jouw klas ontwikkelt, hoe jouw studenten ontwikkelen, op welke manier je het beste kan interacteren en wat op dat moment het beste past. Dus dat is een belangrijke toegevoegde waarde van de AI. En het kan ook wel degelijk echt helpen om taken die wij niet op schaal kunnen uitvoeren als mens in grote groepen, om die over te nemen en te zorgen dat die wel gepersonaliseerd kunnen worden toegewezen. Met de ervaringen die we met COVID hebben opgebouwd de laatste anderhalf jaar, ja. Zie je daar ook dat we geleerd hebben welke specifieke gebieden van AI misschien meer toepasbaar zijn en welke ook niet? Ja, traditioneel weten we natuurlijk al dat gesloten domeinen zoals wiskunde, statistiek makkelijker toepasbaar zijn, omdat daar de antwoorden gewoon eenduidiger zijn vaak. Dus dat zijn domeinen waarin deze ontwikkelingen het verste zijn. Je ziet op dit moment sterke opkomst in taalleren, omdat daar met natural language processing ook steeds meer ontwikkelingen mogelijk worden. Dus dat zijn wel de domeinen waar het snelst gaat. Wat je ook heel erg ziet is in meer open domeinen dat we toch beter verschillende datastromen aan elkaar kunnen verbinden en daardoor beter zicht krijgen op de leerprocessen van studenten en leerlingen. En dat helpt ook weer om een docent inzichten te geven waarmee hij zijn onderwijs kan verbeteren.
Ja. Verwacht je als je taaldocent bent op dit moment dat je er wel mogelijk een probleem gaat krijgen? Want ja, al die taalavatars die nemen straks je job over. Hoe kijk je daarnaar? Nee, ik denk dat we in de formele onderwijssettings echt heel erg mensgedreven onderwijs blijven uitvoeren. Dat hoorde je vanmorgen als de opening van de Digital Recovery van de OECD. Dat hoorde je ook de directeur van de OECD zeggen. Mensgericht onderwijs blijft heel belangrijk. Dus in de formele onderwijssettings zullen we echt heel goed moeten nadenken over die mensen-AI-interactie en hoe we dat kunnen optimaliseren. In informele settings zie je het natuurlijk wel gebeuren. Dus daar zie je wel degelijk dat intelligente programma's leren gaan ondersteunen. Precies, want iets vroeger een MOOC was, zou een hele intelligente MOOC kunnen gaan worden in de toekomst, erbij, die ook nog responsief is in die kant. Ja, als het gaat over de Nederlandse AI-coalitie en de rol die zij daarin spelen, die zijn bezig met pilots. Hoe gaan die pilots en welke rol spelen zij? Ja, wat belangrijk is bij de Nederlandse AI-coalitie is dat we een grote groep mensen aan het verzamelen zijn die ambitie hebben om AI in het onderwijs verder te brengen. Dat zijn mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit het onderwijs, uit de overheidssector en uit onderzoek. En door juist die groepen bij elkaar te brengen ontstaat een hele mooie dynamiek, wat soms eigenlijk te weinig gebeurt. Op dit moment zijn we rond bepaalde thema's die we in vraagarticulatie hebben gearticuleerd met studenten en docenten. Wat zijn nou thema's waar jullie echt graag mee aan de slag willen? Met groepen mensen uit die verschillende afkomsten aan de slag om verder invulling te geven aan pilots. Om inderdaad op schaal te laten zien van nou, hoe kunnen we AI inzetten in het Nederlands onderwijs. Kun je een voorbeeld geven van een of twee pilots die nu plaatsvinden? Ja, we zijn bezig met een pilot met Feedback Fruits. Waarbij gekeken wordt naar het geven van feedback op essays van studenten. En hoe dat op schaal gebruikt kan worden en ook vooral verbeterd kan worden. En ook daarvoor geldt, daar zie je de hybride modus weer heel mooi terugkomen. Een aantal dingen kunnen door AI opgelost worden, maar een aantal dingen moeten ook gewoon door mensen opgelost worden. En die combinatie is vooral een belangrijk aandachtspunt voor die pilot. Mm-hmm. En dat is al, wat het leuke is in dat soort situaties, is dat de AI leert van mensen, maar de mensen leren ook van de AI. Dus je krijgt echt een interactie tussen die twee activiteiten. Dat is wat we in die pilots graag willen vormgeven. Andere pilot is inzicht in leerprocessen, om ervoor te zorgen dat de data op zo'n manier verwerkt wordt dat we studenten en docenten meer zicht kunnen geven op het leerproces van hun leerlingen, om dat dan vervolgens ook beter te kunnen begeleiden. En daar zie je ook op allerlei verschillende plekken in Nederland hele mooie ontwikkelingen, algoritmes, dashboards, en die kunnen we mooi bij elkaar brengen om dat op die manier op te schalen. Ja, dus dashboarding wordt gebruikt, feedback wordt gebruikt in pilots met de AI-coalitie. Ja. He, want AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, is slimmere computers maken, maar lerende computers maken is weer een vervolgstap op AI, hè, zodat je zonder te programmeren computers zelf kunnen leren. En dat is natuurlijk een iets waar we ons voordeel mee kunnen doen. Ja. Ja, en ze leren van mensen. Dus als je die interactie weet te optimaliseren, kunnen we van elkaar gaan leren. Ja, ik denk dat we daar naartoe moeten gaan. En wat zou je nou, zeg maar, je aanbeveling zijn, jouw call to action, als je zeg maar, in een instelling werkt, weet van AI, je daar iets mee wil gaan proberen, wat zou de call to action zijn? Nou, realiseer dat er al ontzettend veel gebeurt op het gebied van de AI in uw instelling. En het heel belangrijk is om vooral te zorgen dat u dialoog daarover gaat voeren. Nadenkt over wat AI wel gaat doen, hoe dat past bij de onderwijsvisie en bij de normen en waarden van de instelling, om op die manier de volgende stap te kunnen gaan maken en daar ook echt een actieplan op gaat ontwikkelen. Oké, nou, dankjewel voor dit gesprek. Super verhelderend. Ook we kunnen meten in welke fase we al zitten, hè? Met je vak of met je instelling zelfs, hè, als je dat wil gaan doen. Dus we gaan dit model ook gaan monitoren. Dankjewel Inge en heel veel succes. Dank je. Kijk eens aan. Ron, all yours. Dankjewel, Duc. Ja, dat was het interview dat ik gisteren mocht doen met Inge Modenaar. Waarin haar model, dat ook vanuit Tesla gebruikt wordt, een soort graadmeter kan zijn van hoe ver je AI kan toepassen in verschillende situaties. Mooi om dat mee te kunnen nemen. Ze geeft ook aan dat er altijd ook interactie met mensen zal zijn. Hè? Wat Wilco ook al aangaf. Van, het is niet alleen van computer naar mens, maar ook docent. En de rol van een docent blijft belangrijk in het hele speelveld. Waar we op basis van AI ook verder op door willen gaan, is het belang van data-driven decision making. Hoe kun je nou besluiten maken op basis van gegevens? En welke rol en relatie heeft dat ten opzichte met kunstmatige intelligentie? En daarvoor gaan we nu een interview afnemen, of ga ik dat doen, met professor Schildkamp, Kim. Die met name op dit vakgebied, haar specialisatie heeft gemaakt. Kim, mag ik vragen of je jezelf eerst wil voorstellen?
Uiteraard mag dat. Ja, ik ben Kim Schildkamp. Ik werk als hoogleraar aan de Universiteit Twente. Mijn leerstoel heet Data-Informed Decision Making for Learning and Development. En dat klinkt heel fancy, maar eigenlijk gaat het erom. En ik vond het wel mooi dat Inge het ook had over de interactie in haar interview. Want ik richt mij vooral op de interactie tussen data aan de ene kant en de menselijke gebruiker aan de andere kant. En dus op de professionalisering van docenten op het gebied van datagebruik. En daarnaast ben ik ook een van de aanvoerders van de zone faciliteren en professionaliseren van docenten van het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. En ik ben altijd een beetje buiten adem als ik dat moet zeggen achter elkaar. Ja, het zijn aardig wat onderwerpen die je oppakt. Hè. En ook goed, we zullen straks ook het versnellingsplan, als het gaat over het faciliteren en professionaliseren van docenten, wil ik even bijpakken. Misschien één persoonlijke vraag eerst aan jou. Waarom ben je specifiek dit vakgebied gaan doen? Waarom heeft dit jouw interesse? Nou, omdat ik zie in het onderwijs worden er dagelijks heel veel beslissingen genomen. Rondom het curriculum, rondom het leren van studenten. En we zien ook dat helaas die beslissingen niet altijd correct zijn. We nemen ook veel beslissingen op basis van onze intuïtie en ervaring. Dat doe ik zelf ook. Maar dan gaat er ook veel mis. En we zien ook tegelijkertijd, als je wel data gebruikt in het nemen van allerlei beslissingen, dat die beslissingen vaak beter zijn en uiteindelijk leiden tot beter onderwijs. En beter leren van studenten bijvoorbeeld. En dat is uiteindelijk waar het mij om draait. Hoe kunnen we die studenten zo goed mogelijk helpen? Ja, dankjewel. Helemaal goed. We gaan door met een aantal vragen die we hebben voorbereid. Als je thuis zit te kijken en je hebt ook vragen aan Kim, stel ze in de chat. We hebben F de Boer, Floor de Boer, niet te verwarren met de bondscoach van het Nederlands elftal. En Floor die houdt ook bij welke vragen er komen. En we gaan tussendoor op een aantal momenten ook jullie vragen meenemen, zodat we die ook aan Kim kunnen stellen. Misschien eerste vraag, Kim, vanuit onze kant. Jouw expertise is data-driven decision making. We hebben het over de AI-maand en AI in het onderwijs. Wat is de relatie tussen data-gebaseerd besluitvorming en AI? Nou ja, voor AI heb je data nodig, want AI doet niks anders dan met grote hoeveelheden data omgaan. En daar zit volgens mij ook de kans, als ik kijk naar het type onderzoek wat ik vaak doe in datagebruik, dan gaat het om bepaalde data uit systemen halen, handmatig aan elkaar koppelen, met teams van docenten samen kijken, oké, hoe kunnen we die data nou analyseren, wat betekent dat nou? En dat kost gewoon heel veel tijd. En ik zie in de toekomst echt mogelijkheden voor AI om dat hele proces, het koppelen van die data, het analyseren van die data, om dat gewoon veel efficiënter te maken. Ja, maar waarom is dat data gedreven dan zo belangrijk? Want een docent kan het gewoon ook gewoon in haar of zijn hoofd hebben. En op basis daarvan ook op basis van ervaring goede besluiten kunnen maken. Of van gut feel, of van intuïtie, of van empathisch gevoel. Waarom zijn die data zo belangrijk? Nou, omdat helaas uit onderzoek blijkt dat onze gut feeling niet altijd klopt. En dat we dan gewoon echt verkeerde beslissingen nemen. En ik moet ook zeggen, 10 jaar geleden hadden we het in het veld over data-driven. Tegenwoordig spreken we meer van data-informed. Want die ervaring en die intuïtie, die is nog steeds heel belangrijk. Maar het gaat juist om de koppeling van die data en die gut feeling, om dat aan elkaar te koppelen. Dus die ervaring die je als docent al 20 jaar hebt, gecombineerd met data, leidt tot de beste beslissingen. Ja, dankjewel. En als het in een interview geef je aan van dat snel handelen soms heel efficiënt voelt. Hè? Want ik heb snel een besluit genomen. Maar dat de goede data vaak efficiëntere besluiten kan geven. Kun je daar misschien wat voorbeelden van geven? Of waarom kom je tot die uitspraak? Nou ja, wat wij heel vaak zien is op het moment dat je een bepaald vak of een module geeft en je hebt tegenvallende prestaties bij je studenten. Hè? Je hebt heel veel studenten die het vak niet halen of het gemiddelde ligt op een krappe 5,5. Dat zou veel beter moeten. Dan baal je daarvan en dan wil je daar onmiddellijk iets aan doen. En dan besluit je bijvoorbeeld om volgend jaar bij de roostermaker meer uren te vragen voor je vak. Of je denkt, nou, de leermaterialen die ik gebruikte, ik ga andere leermaterialen gebruiken. Maar als je geen data gebruikt om te kijken wat nou de oorzaken zijn van die tegenvallende prestaties,
dan is de kans groot dat meer uren of nieuw leermateriaal niet helpt. Want stel dat het ligt aan het feit dat je studenten te weinig voorkennis hebben op jouw vakgebied. Mm-hmm. Dan kan je wel meer uren besteden aan je vak, maar als je die voorkennis niet adresseert, dan gaan de prestaties niet omhoog. Dus daarom is het gewoon heel belangrijk om naar die data te kijken. En dat hoeft niet altijd heel lang te duren. Soms zijn het ingewikkelde, complexere processen, maar soms is het gewoon ook even heel snel kijken naar de data die je al hebt en haal je daar al inzichten over om je beslissingen te kunnen nemen. Ja, dus het gebruik van het vastleggen van gegevens en daar ook gegevens van op te slaan samen met de ervaring die je hebt, leidt vaak tot betere beslissingen dan als je het alleen op gut feel doet of alleen op data doet. Dus eigenlijk dat je die combinatie hebt. Ja. En wat zie je op dit moment gebeuren in Nederland als het gaat over het gebruik van data in het onderwijs? Het gebruik van data is op dit moment hot, zou ik bijna willen zeggen. Je merkt dat er steeds meer interesse in is. Die data die gaan ook niet meer weg. Het worden ook steeds meer data. En tegelijkertijd zien we ook in Nederland een stukje handelingsverlegenheid. Van ja, die data zijn belangrijk, maar hoe ga je daar nu mee om? En welke kennis en vaardigheden heb jij als docent nu nodig op dat gebied om daarmee je studenten goed te kunnen helpen? En je ziet gewoon dat daar heel veel vragen over zijn. Ik werk bijvoorbeeld zelf bij de lerarenopleiding. We hebben een heel vol curriculum en we besteden ook niet heel veel tijd aan het gebruiken van data in het onderwijs. Dus dat betekent dat het weer iets is wat je na de lerarenopleiding moet doen en docenten daar verder in moet professionaliseren. Past natuurlijk ook wel weer bij de andere trend levenslang leren en ontwikkelen. Ja. Ja, absoluut. Het vraag is gewoon, het zal langere termijn gebruikt moeten kunnen gaan worden. Het geeft weer nieuwe vragen ook voor het gebruik van data. Zeker als data enige persoonlijke relatie hebben. Hè? Dat er ook, zeker als het gaat over studenten, van je moet heel voorzichtig zijn met data. En dat is iets wat we wel veel in de praktijk zien. Dat er wel degelijk een wil is om meer met data te gaan doen. Maar er ook een beetje een angst is om te zeggen van, goh, als ik nu data ga opslaan, waar moet ik dan allemaal aan voldoen? En heb ik dan niet een bepaald risico dat ik ga lopen als docent of als instelling? Hoe kijk je daarnaar? Wat adviseer je in instellingen om op dit vlak te doen? Ja, ik denk dat dat hele belangrijke vragen zijn waar instellingen zich ook over buigen. En dat kan ook niet anders met de Europese regelgeving hierover, die natuurlijk steeds strenger is geworden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je als instelling op alle niveaus daar goede afspraken over maakt. Dus op instellingsniveau, hoe ga je daar om met data binnen de faculteiten of de academies, binnen de opleidingen, maar ook als individuele docent. Behoor jij ook daarover na te denken en behoren daar ook bepaalde regels te zijn over hoe jij met data omgaat, anoniem, niet anoniem. Er zit altijd een spanningsveld, hè, om als docentje studenten goed verder te kunnen helpen, moeten de data niet anoniem zijn, want je moet individuele studenten verder kunnen helpen. Maar bepaalde data, die zijn toch wel gevoelig, dus die moet je misschien wel weer anoniem opslaan. Dus dat spanningsveld. Het is heel belangrijk, Inge gebruikt het woordje dialoog al een paar keer. En ik denk dat het ook hiervoor geldt dat die dialoog daarover en heldere afspraken daarover essentieel zijn. Ja. Zijn er misschien ook al goede datastrategieën van een aantal instellingen in Nederland of in Europa die misschien als voorbeeld kunnen dienen? Als je als instelling zegt, ik wil een datastrategie ontwikkelen, is er al een referentie ervoor? Niet dat ik zo weet. Ik zou zo geen voorbeelden kunnen noemen. Op een iets lager niveau, er zijn wel een aantal effectieve professionaliseringsinterventies. Waarvan we weten, als je wil dat docenten goed leren om te gaan met data, dan zijn er een aantal trajecten waarvan we weten dat die goed werken. Ja, oké. Okay. Het zou misschien wel een mooie doelstelling zijn van onze AI-coalitie. Ik kijk met een schuin oog naar Jeroen. Om te kijken van hoe kunnen we instellingen helpen om zo'n plan te maken? Wat zijn daar de kaders voor? Of wat zijn daar de misschien onderwerpen of paragrafen in? Ja, de zone studiedata van het versnellingsplan buigt zich natuurlijk ook over dat soort vragen. Dus die ontwikkelen daar ook steeds meer tools en handvaten voor. Dus ik zou ook vooral die zone blijven volgen daarover. Wij zullen die zone ook gaan kietelen om met deze initiatieven te komen. Gaan we verder van data, die natuurlijk de basis is, weer verder naar AI. En hoe denk je dat AI-ontwikkelingen jouw vakgebied gaan veranderen? Nou ja, ik zie daar zeker veel mogelijkheden.
Als ik bijvoorbeeld nadenk over feedback geven aan studenten. Studenten klassificeren als deze groep heeft meer hulp nodig. Deze groep kan zelfstandig verder. Waar Inge het over had, hè, automatisch de volgende opdracht bepalen. Daar zie ik heel veel mogelijkheden. Tegelijkertijd hoor ik ook zo'n stemmetje in mijn hoofd telkens. Die zegt, ja, maar die AI-applicatie kent mijn studenten niet zo goed als ik ze ken. En ja, die AI-applicatie die zegt mogelijk dat studenten geen extra ondersteuning nodig hebben. Maar misschien hebben ze dat toch wel. Maar ik denk ook dat stemmetje in mijn hoofd goed is om te hebben. En goed te volgen. En na te denken over wat zijn nou de doelen die ik nastreef. Want dat vind ik heel belangrijk als het om datagebruik gaat en ook om AI. Welke doelen streef jij na met je opleiding, met je vak, met je module? En daar de passende data en AI-applicatie bij selecteren. En ik wil gewoon meer leren over die black box. Hè? Want dan ga ik een AI-applicatie gebruiken. Daar gaan allerlei data in. Hoe zit het met de kwaliteit van die data die daarin gaan? Zitten daar geen fouten in? Hoe klassificeert het systeem? Hoe diagnosticeert het systeem? Ik wil dat echt goed kunnen monitoren, zodat de handelingsconsequenties daaruit komen. Dat die voor mij helder zijn en dat ik op een gegeven moment ook kan zeggen van nee, daar komt nu A uit, maar ik denk gewoon dat het niet zo'n goed idee is. Ik ga toch B doen. Of A is misschien wel een goed idee. Vind jij het dan ook belangrijk dat als een docent op basis van artificial intelligence zeg maar, keuzes wil maken voor het leertraject van een leerling, dat de mening van de docent altijd meegenomen moet worden? Dat je niet alleen de computergebaseerde output gebruikt, maar dat er altijd een docent of een mens tussen zit? Vind je dat belangrijk om het zo te doen of niet? Ja, in het model van Inge, wat ik een heel mooi model vind, overigens ben ik zeker in het formele onderwijs niet voor niveau 6 volledige controle, alles geautomatiseerd. Ik denk dat het gaat om de interactie tussen AI, de docent en de student. En om daar eigenlijk de optimale blend. Blended is ook heel populair op dit moment. Maar dat het gaat om de optimale blend tussen kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie. En dat we naar die combinatie moeten zoeken. Dus niet alleen maar de docent. Of niet alleen maar de student, maar ook zeker niet alleen maar de data of de AI-applicatie. Ja, dankjewel. Een vraag aan Floor, F de Boer. Zijn er al vragen op de chat binnengekomen? Er wordt nog gevraagd door Lidwin of je een voorbeeld kunt geven over welk type data we nou eigenlijk spreken. Ja, er zijn heel veel soorten data, kwalitatief, kwantitatief, gestructureerd, ongestructureerd. Denk aan opdrachten, essays van studenten, denk aan vakevaluaties. Maar denk ook aan, met het online onderwijs gebruiken we nu ook heel veel quizjes en polls en dat soort dingen gebruiken we. Alle data in je LSM, of nou Canvas of Brightspace of Blackboard is, daar zitten heel veel logfiles in. Dus er zijn gewoon ontzettend veel data, achtergrondgegevens van je studenten. Nou ja, volgens mij kan ik een uur vol praten met voorbeelden geven. Laat ik dat vooral niet doen. Maar allerlei verschillende gebieden van data die gebruikt kunnen worden. Dat is ook vanuit je learning management system gedreven. Ja, ik maak vaak een onderscheid tussen de formele data. Dus dat is echt heel systematisch verzameld met je tentamens, met je vakevaluaties. Dan heb je nog wat we noemen de informele data. Dat zijn ook bijvoorbeeld je quizjes en je polls tijdens de colleges. En wat ik ook wel interessant vind, is wat er komt uit de wetenschap. Dus onderzoeksdata uit publicaties, wat je ook nog zou kunnen gebruiken hierbij. Want welke link zie je met onderzoeksdata? Nou ja, we hebben nu natuurlijk corona gehad en het NPO-plan. En wat het NPO-plan probeert te doen is op basis van data identificeer je, en dat is met name in het primair en voortgezet onderwijs, welke problemen er zijn. En dan kies je op basis daarvan een bewezen effectieve interventie. En dat zijn interventies die dus wetenschappelijk onderzocht zijn. Dus dan combineer je eigenlijk de data met de wetenschap. En daar zie ik ook nog wel veel toekomst in. Dus hoe we al die bevindingen die onderzoekers opdoen met allerlei studies kunnen koppelen aan lokale data. Ja. En
Als je, wat zie jij dat er gebeurt in het onderwijs in Nederland als het gaat over het aan de slag gaan met data en AI? Welke stappen zou je zelf kunnen aangeven? Hoe kun je dat aanpakken? Maar ook welke blokkades zie je af en toe ontstaan? Wat zijn jouw ervaringen? Ik denk dat we op verschillende niveaus moeten kijken naar factoren die dit kunnen beïnvloeden, dan wel bevorderen. En dan heb je het echt over systeemniveau. Dus welke afspraken maken wij nou met elkaar over data delen? Hè? Ik werk aan een universiteit, mijn studenten komen van allerlei middelbare scholen. Welke afspraken maak je daar bijvoorbeeld over het delen van data rondom voorkennis? Dus op systeemsniveau moet je echt goed nadenken over data, ethiek, privacy, dat soort dingen. Een niveau lager binnen je instelling heb je daar ook weer afspraken voor nodig. Moet je daar ook goed naar kijken. Wat heb je nodig? Welke faciliteiten heb je nodig? Welke systemen heb je nodig? Wat is je visie daarop? Hoe zit het rondom leiderschap hiermee? En dan op het niveau van de docent en de student. Welke kennis en vaardigheden heb je daar nodig? Ook weer, hoe zit het met de voorkennis? Dus er zijn heel veel eigenlijk knoppen waar je aan moet draaien om dit goed te regelen. Ja, heel goed te horen. En we refereren straks aan het Tesla-model van Inge. Overigens, dat model wordt ook gedeeld met de op de share van Surf. Als je dat model later nog een keer wil bekijken bij de notulen van deze meeting. Ik kijk schuin naar Duke en die zit te knikken. Dus dat komt goed. Heb jij ook zo'n Tesla-achtig model wat mensen kunnen gebruiken, Kim? Een Tesla-achtig model niet, maar als het gaat om datagebruik onderscheiden we wel een aantal belangrijke stappen. Misschien een soort stappenplan, waarbij ik het heel belangrijk vind dat je altijd eerst begint met de visie en doelen. Dus wat zijn nou de doelen die je nastreeft? En dat kan op instellingsniveau, dat kan op opleidingsniveau en dat kan ook op vakniveau zijn. En dan vervolgens bepaal je welke data je nodig hebt om te kijken of je je doelen al dan niet behaalt. En als je je doelen niet behaalt, waarom dan niet? Een andere stap is dan wat we eigenlijk het sensemaking noemen. En daarbij is die combinatie van de data en de mens heel erg belangrijk. Want je gaat die data analyseren en interpreteren. En bijvoorbeeld ook kijken naar de kwaliteit van de data. En dan de volgende stap is het nemen van maatregelen en het weer evalueren. Het is eigenlijk een soort empirische cyclus. Maar dat zie je als het gaat om datagebruik, op welk niveau je dat ook wil doen. Dat je eigenlijk altijd eenzelfde soort cyclus, een soort kwaliteitszorgcyclus als het ware, doorloopt. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je kwaliteitssysteem in het onderwijs ook aangepast moet worden om te zien van, voldoet het nog steeds aan de normen die ik gesteld heb als ik steeds meer computer- of data-driven ga werken. Misschien kunnen we een link hiernaar ook opnemen in het verslag, het link naar dit model van Kim. Ja. Ja, nou ja, en dat geldt natuurlijk op al die verschillende niveaus. En daarom vind ik het ook belangrijk met te beginnen met visie en doelen. Want wat wij tegenwoordig belangrijk vinden in het onderwijs, bepaalde doelen die wij nu hebben, hadden wij 20 jaar geleden nog niet. Als we het bijvoorbeeld hebben over digitale geletterdheid. 20 jaar geleden was het voldoende dat je wist hoe je Walkman werkte. En had je geen computers in je klas. Tegenwoordig is die digitale geletterdheid wel belangrijk. Maar dat betekent ook dat we dan moeten nadenken, oké, als we dat belangrijk vinden als doel, welke data hebben wij daar dan over nodig? En hoe verzamelen we die data? In plaats van het alleen nog maar te doen met de data die we al 20 jaar lang verzamelen. Ja, we moeten dat ook leren. Ik ga er even naar Floor toe. Floor, zijn er nog meer vragen in de chat binnengekomen? Ja, er zijn meerdere vragen binnengekomen. Eentje gaat over hoe gaan we eigenlijk, deze van Erna, voorkomen dat beslissingen die door de AI eigenlijk worden aangeboden, hoe we die klakkeloos overnemen ook in het onderwijs, omdat het een risico kan zijn om het gewoon te volgen, gewoon de technologie te volgen. Ja. En ik denk dat daarbij de professionalisering van docenten heel belangrijk is. Maar wat we ook zien uit onderzoek is dat docenten gelukkig ook vrij eigenwijs zijn. Om een voorbeeldje te noemen, in New York was er een tijdje terug een heel mooi project rondom het gebruik van dashboards en AI. En dan kreeg je als docent op basis van allerlei data, kreeg jij een beslissing voor je dat je tijdens je volgende les of college het beste A kon doen. En uit het onderzoek bleek dat het dashboard totaal niet gebruikt werd. En toen is men gaan onderzoeken van ja, maar waarom dan niet? En docenten gaven aan, 1, ze hadden geen idee wat er in die black box gebeurde, dus daardoor hadden ze er ook geen vertrouwen in. En 2, ze voelden zich aangetast in hun autonomie als docent. Van ja, wij zijn geen robot, geen simpele uitvoerder die simpelweg doet wat een systeem doet.
En toen hebben ze in het onderzoek hebben ze het iets aangepast. Ze hebben de docenten geprofessionaliseerd in de AI en de black box die daarachter zat, zodat docenten konden volgen welke data erin gingen en hoe het systeem werkte. En in plaats van één keuzemogelijkheid kregen de docenten meerdere keuzemogelijkheden aangeboden. Van nou ja, op basis van de data zou optie A, B of C kunnen werken. En vervolgens gingen docenten wel met dat dashboard aan de slag. Helder. Een andere vraag, Floor? Ja, die komt eigenlijk een beetje samen van Maarten en van Giovanni. Van, het gaat een beetje over wanneer is een instelling klaar om data-informed te werken en wie moet het eigenlijk aanjagen binnen de instelling? Dus zou dat CVB zijn meer vanuit docenten of bijvoorbeeld studenten zijn? Ja, ik denk weer, ik noemde net al de verschillende niveaus, hè, op systeemniveau, dat wij als instellingen samen daarna moeten kijken binnen de instelling en binnen de opleiding. En wat we ook zien is meestal dat een combinatie van top-down en bottom-up heel goed werkt. Als je alleen maar enthousiaste docenten hebt die er mee aan de slag gaan, dan is dat heel mooi voor die docenten en voor hun studenten, maar dan komt het niet verder in de instelling. Als je alleen maar top-down vanuit het CVB gaat zeggen dit moet, maar verder geen ondersteuning daarbij aanbiedt, geen professionalisering daarbij aanbiedt en je systemen niet op orde hebt, dan gaat het ook niet werken. Dus eigenlijk, je moet op heel veel verschillende niveaus aan heel veel verschillende knoppen draaien. Gelukkig doen we daar wel veel onderzoek naar en hebben we ook steeds meer zicht op welke knoppen je allemaal moet draaien. En daar zijn we natuurlijk wel geïnteresseerd in, Kim, wat die knoppen precies zijn. Dus als we daar ook een link naar kunnen opnemen, dat zijn allemaal handvatten die we kunnen aanbieden. Dus goed om dit te weten. De laatste vraag van mijn kant en dan gaan we naar een afsluiting toe. Vanuit het versnellingsplan voor het onderwijs is er ook een hackathon voor docenten voor AI georganiseerd. En er zijn al een aantal teams die daarvoor ingeschreven zijn. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, vanuit het versnellingsplan ontwikkelen we professionaliseringsinterventies voor docenten naar aanleiding van behoeften die er leven in het land. En AI was een van die behoeftes waarvan meerdere instellingen en meerdere docenten aangaven van nou, daar willen wij ons wel verder op ontwikkelen. En daar ontwikkelen wij zogenaamde proeftuinen voor. En dat doen we aan de hand van onderzoek. We hebben onderzoek gedaan naar wat zijn nou effectieve bouwstenen voor docentprofessionalisering. En op basis daarvan maken we dus verschillende professionaliseringsinterventies. En bij professionalisering hoef je dus niet altijd te denken aan een cursus of een training. En dat vind ik wel heel mooi hieraan. Want we hebben deze keer dus gekozen voor een hackathon. Waarbij het dus heel erg gaat om eigenaarschap bij docenten. Docenten die zelf een doel stellen, actief leren. En in die hackathon gaan teams van docenten dus aan de slag met echt het ontwikkelen van een AI-oplossing voor een probleem wat zij in hun onderwijs ervaren. Ja, en daar hebben we heel veel zin in. Ik ben benieuwd wat de uitkomsten zijn van die hackathon. Leuk dat dat georganiseerd wordt, ook vanuit het versnellingsplan. En je triggert me met een allerlaatste vraag als het gaat over teaching and learning centers, die zeker bij grotere instellingen een bepaalde, ze hebben soms een andere naam, maar in ieder geval als het gaat over onderwijs, hoe willen we onderwijs vernieuwen, dat een aantal personen binnen een instelling hiermee bezig zijn. Vind je dit ook een onderwerp voor teaching and learning centers, AI en data, om dat naar voren te brengen? Ja, absoluut. En dat zie je ook al wel dat bij veel instellingen daar ook wel belegd is. Daar komt ook wel bij dat het ook de vraag is of dit volledig opgepakt kan worden door individuele instellingen. Dit soort toepassingen kosten vaak veel tijd en geld. Dus nou ja, we hadden net, Inge had het over de voorbeelden bij de talen. Het zou ook zeker de moeite waard zijn om als instellingen daarin samen op te gaan en samen nieuwe applicaties te ontwikkelen. En daarom zijn initiatieven zoals de SurfZich en de AI-coalitie ook zo mooi. Omdat we aan het kijken zijn van in plaats van dat iedere instelling het wiel opnieuw uitvindt en dan de professionalisering op dat gebied binnen de instelling aanbiedt, of we niet iets gezamenlijks kunnen ontwikkelen. En dan heb je nog steeds dat soort diensten nodig die dat binnen de eigen instelling dan aanbieden. Maar je zou het wel gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Ja,
Heel goed te weten. Kijken we misschien dat we vanuit Surfer ook een sterke rol in kunnen spelen. Samen met de AI-coalitie. Maar misschien ook met koepels, met de MBO-raad, met de Vereniging van Hogescholen, met de VSNU. Om te zien hoe we kennisuitwisseling het beste kunnen faciliteren. Absoluut. We gaan naar een afsluiting toe, Kim. Ik vond het heel fijn om met je te kunnen spreken. Ontzettend bedankt voor de tijd die je erin gestoken hebt. En heel veel succes met het verdere ontwikkeling van je vakgebied. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En als iemand verder wil praten, stuur mij gewoon een mailtje. Ik praat heel graag over data. Goed zo. Ik geef het weer over aan Duc en Jeroen. Yes. Kijk, dankjewel Ron. En Kim, jou ook bedankt. We hebben toch mooi wat inhoud mee kunnen pakken, Jeroen. Ik zie jouw notitieblaadje, ik zie mijn eigen notitieblaadje. Dat zit aardig vol met notities. Wat is jou nou bijgebleven van de afgelopen... Zeg, 40 minuten. Nou, laat ik beginnen met, ik moest ongelooflijk grinniken omdat Kim begon over een tegenvallend gemiddeld cijfer van een 5,5. En ik moest even terugdenken aan mijn eerste jaar aan de Universiteit Twente. Toen sociaal ik best wel prestaties neerzette, maar qua studie wat minder. Als daar toen een analyse op was gedaan, dan... ja, ik weet niet of dat goed was gegaan, maar daar moest ik wel even om grinniken. Ja, wat ik heel mooi vond bij het verhaal van Kim waren dat is het woord wat bij mij bijblijft, de professionaliseringsinterventies. Dus heel erg de docenten in staat stellen om, en dan verschillende dingen, dus goed om te gaan met data en dat soort zaken. Het stemmetje in mijn hoofd is heel erg bij Kim zeg maar bijgebleven. En bij Inge zeg maar zat ik na te denken over, want dat geeft ook even de tijd. De combinatie van de toepassing van AI op gepersonaliseerd onderwijs in combinatie met LLO, wat er in de toekomst natuurlijk steeds meer gaat maken. Nou, wij zaten al heel snel te smoesen, maar als je daarover nadenkt, is dat echt gigantisch om over na te denken. En mijn slotwoord, en dan heb ik uiteraard dezelfde vraag voor jou. Wat ik steeds probeer te zeggen is, onderzoek is goed. We doen het met de quadruple helix, om het op die manier te zeggen. Maar het gaat en het start eigenlijk altijd met de executie. Dus laten we met z'n allen, dat is het mooie van vandaag, hè, met de samenwerking met alle partijen. Maar laten we ook echt gewoon de dingen gaan doen om daarvan te leren en daar weer verder onderzoek op te krijgen. Ja. Mijn beeld, wat is jouw beeld? Nou, ik kan me een groot deel vinden. Iedereen pikt natuurlijk zijn eigen cherries eruit. Nee, wat mij ontzettend is bijgebleven is dat één grote vraag gewoon is, wat doen we wel, wat doen we niet met AI? Mm-hmm. En dat ook wel interessant is de spanning tussen voorbeelden van AI waarbij je duidelijk een goed en fout kan definiëren. Hè? We hebben het over interventies op taal noemde Inge en op wiskunde. Heel duidelijk wanneer je dat niet goed of wel goed hebt gedaan. Ja. En juist weer de spanning met bijvoorbeeld AI op het moment dat je het gaat hebben over het verbeteren van je lessen. Ja, wat is goed en fout in het geven van een les? Probeer dat maar eens te definiëren. Best wel lastig. Dus die is me erg bijgebleven. Kim noemde het op een gegeven moment de hybride tussen AI en mensen. Dat deed me denken aan een fantastisch boek, Deep Thinking, van Garry Kasparov, de oude schaker. Mm-hmm. En dat gaat precies daarover. Hij zegt van, ik ben ooit verslagen, als misschien de eerste die de mens representeerde, verslagen door de AI. En zijn visie daarop nu is ook van, hè, we moeten juist zoeken naar die samenwerking. Je hebt nu schakers die schaken met een schaakcomputer tegen een andere schaker met een schaakcomputer. En de creativiteit en andere manier van werken die daar naar boven komt is echt bijzonder. Dus dat vond ik een leuk linkje. En ja goed, eigenlijk als conclusie is misschien ook wel deserves. Maar zou ik zeggen, van, we moeten inderdaad met elkaar in dialoog blijven. En kijken of we dit wat systematischer aan kunnen pakken dan ieder voor zich. Al met al echt enorm genoten. Ik in ieder geval. Precies. En we hebben nog twee dingen te doen, denk ik. Ja, precies. We hebben een klein mentietje. Nou, gaan we eens kijken of dat in één keer goed gaat. Dat blijft toch altijd de vraag. En die kunnen we hier op het scherm. Nou, als jij, Jeroen, daarbij gaat staan, dan zouden jullie door naar menti.com en de code 52669105 in te typen. Als het goed is, ons kunnen helpen door te vertellen... wat blijft jou nou bij van deze interviews? En dan gaan wij dat hier mooi ook terug zien komen. En dat is dan altijd de vraag, werkt de techniek mee of niet? Het nummer is 52669105. En nou zie ik het hier op het scherm niet binnenkomen en op ons andere scherm wel. Dus dan gaan we dit even... opnieuw laden en dan moet het vast goed komen. Ja, kijk. Kom binnen. Ja.
Kijk, dat er zoveel liefhebbers van of de Tesla of het Tesla model, daar moeten we nog eens even over, over kletsen. Precies, kijk, mooi. Wees niet data-driven, maar data-informed. De menselijke interactie blijft belangrijk. En laten we echt wat gaan doen. Werk aan de winkel. Heel goed, heel goed. Kijk of dit ook mee naar beneden scrolt of dat we dat niet zien. De relatie tussen mensen en technologie. Nou goed, ik heb ooit wetenschaps- en techniekfilosofie gestudeerd. Dat is echt mijn hobby, relatie tussen mensen en techniek. Dus ik kan ook me helemaal in vinden. We hebben nu pakweg 19 mensen, 20 mensen die toch behoorlijk wat geleerd hebben. Wat... Ja. Het is wel mooi, om de, dat vind ik echt het mooie en ook wel de rode draad, denk ik, hoe we er allebei wat kijken. En dat zie ik ook nog wel terug. Er zit een mooie paradox steeds tussen aan de ene kant het potentieel van AI en aan de andere kant ook de weerstand of de beperkingen of nou ja, de lastige kanten, zeg maar. En dat zie je hier ook gewoon terugkomen. Dat is mooi, want aan de ene kant zie je er ligt zoveel moois op ons pad. En je ziet toch ook weer stemmetje is ethiek, is goed, zie je terugkomen. Precies, kijk. Oh, we hebben de scroll teruggevonden, duurde even. Maar we zien inderdaad meer verdieping in Kim Schildkamp. Nou, dat is nog eens een mooi promo stukje. Laten we naar de volgende vraag nog gaan. En dan daarna kunnen wij mooi afsluiten. Wat zou je zelf graag willen doen met dit onderwerp? Wil je meer leren? Wil je graag dingen uitproberen? Geeft ons ook een beetje inzicht welke dingen wij jullie nu willen gaan aanraden vanuit het hele sessie. En nou zie ik ook hier weer dat de techniek toch altijd niet echt meewerkt, hè? Kijk eens aan. Nou, misschien moeten we deze... krijgen we hier wel binnen. We zien visieontwikkeling, samenwerken. Meer leren, meer toepassen. Nou, leren, dat zijn een aantal sessies de komende maand. Wat ik wel tof vind, daar hebben we het eigenlijk vandaag nog niet over gehad. Maar ik vind een van de grote vraagstukken gaat over schaalbaar maken en opschaling. Hè, dus wat denk ik nu in heel veel instellingen behoorlijk goed lukt, is om een experiment te doen. In een veilige, eigenlijk ook wel kleine omgeving. Maar het vraagstuk daarachter, als iets werkt of niet werkt, beide kan het geval zijn. Dat is echt wel, dat is ook echt wel een vraagstuk van hoe gaan we dat doen? Precies, ja, nee, zeker. En ook doen we dat Europees, doen we dat in Nederland, doen we dat allemaal zelf. Ja. Ik zou voorstellen dat we deze Menti doen wij weer even opzij. Dan krijgen wij jullie ook weer in beeld. En dan kunnen we naar het laatste stukje toe gaan. Namelijk, wat is er nou eigenlijk allemaal in die maand van AI? En dan kunnen wij hier weer opzij stappen. Als je nou aan de andere kant ervan gaat staan. Dit is allemaal te vinden op de paar websites van Surf. Dus als je die kan lezen, maak je geen zorgen. Nou, wat zou jouw highlight zijn? Je zegt van, nou, uit de volgende evenementen wil ik die toch eventjes in het voetlicht zetten. Nou, als je liefhebber bent en ik heb een aantal vragen gezien rondom ethiek. Dan kom je aan je trekken. Dat kan je zeker zien. Waar Kim, ik bedoel, ik kan niet voorbij Kim, zeg maar. Dus de hackathon waarvan ik weet dat hij al vol zit, zeg maar. Maar de hackathon moet ik echt even onderstrepen. En natuurlijk ook een beetje reclame voor de Nederlandse AI-coalitie. Dus wat we gaan doen bij de open sessie werkgroep van de Nederlandse AI-coalitie, is dat we hebben hard gewerkt aan verschillende pilots. En we gaan die pilots, zeg maar, gewoon centraal zetten. Dus dan gaan we ook echt proberen dat te visualiseren. En die is open, dus daar ben ik ook echt benieuwd naar. Omdat, wat ik in het interview met Ron ook al terug zou komen, het gaat echt leven op het moment dat je het kan vastpakken. En kan zien, zeg maar, wat het wel is en wat het niet is. Dus dat zou mijn persoonlijke tip zijn. En wat zou jouw persoonlijke tip zijn? Nou, ik kan me er enorm in vinden. Wil ik dan nog aan toevoegen. We hebben vrijdag is er vanuit de Hogeschool van Amsterdam een ontwerpsessie. Inzichten, eigenlijk ga je dan met technieken en toepassingen aan de slag. Dus voor de mensen die toch nog, ondanks dat de hackathon dicht is, wat willen gaan proberen, is dat een mooie kans. En voor de rest is van alles leuk. Bart, waar ik veel mee werk, die organiseert op de 30e een heel congres over AI en kansenongelijkheid. Nou, volgens mij kun je daar ook helemaal je ei kwijt. Maar eigenlijk een andere tip, je moet het dan allemaal volgen. Dat is toch precies wat het is. Laten we afronden, volgens mij. Kijk, wat een techniek toch, hè? Precies. Mag ik afronden met aan jou
een vraag te stellen. Oh, tuurlijk. Want volgens mij ging het over het openen van de maand van het AI op het onderwijs. Dus wil jij hem officieel bij deze dan openen? Ja, natuurlijk. Nou, missen we een grote hamer. Maar bij deze is de maand geopend, jongens en dames. Hoppakee. Kijk. Yes. Mag ik jou, Jeroen, Ron, Kaspar hier achter de schermen, Floor, Kim, Inge en iedereen die luistert ontzettend bedanken. En hopelijk zien we jullie deze maand van overal en ergens nog weer een keer terug. Dank jullie wel. Tot ziens.